schud die handjes los. Handjes, oké. Okay. En ons. Oh, we beginnen al. Oh. Hallo en welkom bij Discuss the News. Disgusting News? Nee. Discuss the News. Oh, disgust. Nee, discuss. Disgust? Van to discuss. Oh, fuck. Ik krijg het even maar. Nee! Oh, wat een save! Wat een save voor Yono! Zag je? Ik zag hem helemaal! Nog eentje. Oh my god. Oh. Nou, ik denk dat ik zelf even maar... No! Stefan! Stefan! Sorry, ik kon het niet Stefanen. Hoe denk jij over het vluchtelingenprobleem? Vluchtelingenprobleem? Is er een probleem? Volg je het nieuws niet? Nee. Echt? Oh my god. Nee, vertel maar. Wat is het probleem? Nou, vanuit Syrië en zo komen er allemaal vluchtelingen naar Europa. Oké. Okay. En dan zijn er allemaal veel protesten en zo. En waarom is dat voor de, door die ISIS of zo? Yes, ja. Yeah. Oh jee, je ligt echt achter op het nieuws, hè? Ja? Wat is er dan? Het heet IS. Hoezo IS? Dat was toch ISIS? Ja, ze hebben een naam veranderd vorig jaar. Wat? De Islamitische Staat. Wat was het eerst dan? Islamitische Staat? Islamitische Staat, Islamitische Staat. Oh shit. Maar oké. Okay. Het is dus een heel groot aantal dat hier naartoe komt dan opeens. Ja, echt bijna een miljoen zit wel aangenomen, geloof ik. Oh, oké. Okay. Niks van gehoord, niks van gemerkt. Maar die mensen die protesteren dus allemaal, omdat ze niet willen dat die vluchtelingen het land in komen. Hmm. En Duitsland is heel tolerant, eigenlijk ten opzichte van de rest van. Ja, die hebben ook gewoon veel meer plek, jongen, dan wij. Ja, maar die zeggen van kom maar, hè. Maar die, er was eens een pik van. En die zei van, ja. Oh, Robin deed dat nog niet. Zei die dat? Ja. Nee, oké, okay, maar ja, hij zei. Van, ja, want als die vluchtelingen in het land komen, dat zijn allemaal van die jonge mannen. Tussen de 20 en 30 jaar. En ja, wat voor vrouwen blijven er dan nog over voor ons? Ja. Hij ziet het probleem ook gelijk. Ja. Dus wat denk jij ervan? Ik denk dat ik even deze moet saven! Doei! Ja, Robin en ik maken heel veel geluiden. Oh, shit. Oh. Ik reed net weg uit die goal. Shame. Maar ja, goed, om even terug te gaan op het probleem. Ja, wij produceren heel veel geluid als wij deze game spelen. Nee, ik dacht dat het over die vluchtelingen hadden. Oh, ja. Oh, voor jou. Oh, come on. Maar goed, die vluchtelingen. Oh, no. Wat vind ik daarvan? Dat zijn mensen die willen gewoon de grens afsluiten. Gewoon van dat ze er niet meer langs kunnen. Hmm. Maar dat vind ik dus echt gewoon asociaal. Ja, nee, ik vind inderdaad wel... want die mensen kunnen zelf natuurlijk ook niks aan doen. Dat in hun land nu gewoon van deze terrorisme en zo shit zit, weet je wel. Dus ik denk wel dat zo netjes als we, in ieder geval tijdelijk... Hè? Dat we ze zou jij iemand in jouw huis laten? Wie zegt dat ik iemand in mijn huis ga laten? Ik bedoel, Nee, maar er zijn dus nu sinds vandaag is er zo'n Facebookpagina voor mensen die zeggen van... Ja? Ik wil vluchtelingen in mijn... Of ja, ik zou best wel een vluchteling in thuis willen, omdat ze het gewoon kut vinden dat hoe die behandeld worden in Europa. Ja. Oh, trouwens, ik heb Rocket League. Even terzijde. Ja. Als je dat nog niet doorhoudt. Maar ja, nee, ik zelf denk dat het een of andere concentratiekamp moet hebben. Nee, gewoon een of andere plek waar ze... Dat knippen we eruit, hè, dat mag er niet in. Een of andere plek waar ze gewoon kunnen verblijven tijdelijk, zeg maar. Ja, maar je hebt die asielzoekerscentra, maar... Ja. Die zit eigenlijk wat vol. Ja, dan maken we een nieuwe plek aan, weet je wel. Of we maken gewoon in Duitsland, weet je wel, maken we gewoon een kamp aan. Ja. Jongen, Robin!
waar ze zich kunnen concentreren, zeg maar. Op, Nee, zo doen we dat niet. Nee. Dat komt er niet in. Maar ik bedoel gewoon in Duitsland, weet je wel. Dat ze daar gewoon een plek hebben. Mensen in Duitsland, die hebben er was van, gisteren was dat, of vandaag, was zo'n brandweerman. En die was het niet mee eens. Oh, ik ben kapot. En die had zo'n gras laten vrijkomen in zo'n... Oké, wauw. In zo'n asielzoekerscentrum. En er zijn er 36 mensen, geloof ik, zijn er bij grond geraakt. Wat? Er is een gast? Nee, die had gras losgelaten, vrijgelaten. In Duitsland? Ja. Typisch. Sorry. Jongen, waar gaat het naartoe? We wennen het niet, maar het gebeurt gewoon. Ah, shit. Typisch. Inderdaad, nu je het zegt, dat is wel... Ja, maar nee. Op zich wel erg, want die mensen die komen hier natuurlijk gewoon van... Ja, we hebben nergens anders om heen kunnen gaan, denk ik. Ja. Weet wel? En dan... Ja, dan krijgen we dat. Ah! Oh, sorry. Wat doe je? Je eigen... Oh. Son of a bitch. Zag je me even bij vliegen? Ja. Mooi. Ja, maar daar zaten ze zo over te denken om ook landtroepen te sturen. Maar het is daar gewoon veel te gevaarlijk voor landtroepen, omdat ze gewoon die zitten er overal. Dus ze doen het enige wat ze nu doen zijn luchtaanvallen. Het is echt lastig, want ik bedoel, er zijn natuurlijk ook nog 100 miljoenen innocents, zeg maar, gewoon daar natuurlijk. Ja, klopt. Dus je kan er niet gewoon een nuke op gooien, weet je wel. Oh, dat pakt inderdaad heel shite. Centré. Mooi. Dank je. Ik vind het gewoon sowieso gewoon zo, ja, vervelend flauw gewoon, dat één zo'n groep gewoon het hele... Het verpest gewoon eigenlijk. Ja. En het ook gelijk gewoon een slecht beeld schept van hoe die mensen eigenlijk zijn. Ja, maar dat is echt al 20 jaar zo. Ik probeer hem voor je te centeren. Oh, ik mis helemaal compleet. Oh, lekker. Dat was gewoon, dat voelde lekker. Oeh, lekker. Het voelde gewoon lekker, dames. Dus ja, dames, voor als je ooit eens een keer met Jael iets wil doen, dan... Nee. Of ja... Nou, lekker. Dat was gewoon goed. Ja. Kijk. Dik. Echt van serious talk naar... Sorry. Oh, dat was lucky. Ik had nog 1% boost. Ja, die zit erin. Ik ga er niet meer eens achteraan, joh. Doei. No? Oké, ja. Center Balzi, Gozi. Center Balzi. Oh, nou ja. Dat was zo awesome. Ik bukte hem een beetje zo. Hij raakte een beetje... Hij raakte uit balans? Ja. Nice. Dat is nou teamwork, dames en heren. Nigel, go. Okay. My champion, go for it. Oeh. Maar elke keer als jij erop afgaat en ik blijf achter, is het zo risky. Oh, flip. Oh, nou, there we go. Nice. En. Nice. Oh, we moesten weer zo'n vent voor zitten, hè. Oh, shit. Altijd weer zo'n freaking vent. En die zit erin. Thanks! Ja! Ja, ze kennen ons natuurlijk. Ik bedoel, we zijn zo bekend. Een mol! Zijn er wel zie? Ja! Oei! Oh, dat is een mooie save van die fans. Quality defense daar. Peper in de reet, Robin. Wat, peper in de reet? Ja, even wat meer kracht erachter. What the heck? Nog nooit gehoord? Nog nooit iemand horen zeggen? Peper in de reet? Oeh! Ja. Wat doen ze daar in Limburg, hé? Dat is... Oh, mijn moeder zegt altijd, die komt uit Den Haag. Peper in de reet? Oh mijn god! Dat is niet goed voor de gezondheid, denk ik, hoor. Wie zegt dat ik uit Limburg kom? Nou... Wie zegt dat? Jij.
Je voor je klink. Daarbij? Wie zegt dat? Jij? Hé hey, jongens, dat was weer entertaining. Dat was serious talk. Top-notch entertaining with G-Lo and Alkitab. Bye bye. We'll see bye you bye. Later. Joe. Doei. Oh. Yeah. The people.